Ook bommelde Ajax, want ik begrijp dat Potter het niet gaat doen. Potter gaat het niet doen. Potter gaat het niet doen? Gaat er geen zin in. Nee. Oh. Hij is niet uitgekomen met Kroes. En Kroes is een harde onderhandelaar. Ja, die kan op 180 euro. Ik zou het te gek voor woorden vinden als die jongen van Nice zou komen. Want die is bij een paar clubjes... Farioli. Die is bij een paar clubjes is die keeperstrainer geweest. Die heeft twee onduidelijke clubs in Turkije gespeeld en zit nou met Nice. Is 35 jaar, heeft totaal geen ervaring nog. Die geef je toch aan jou zonder deze moeilijke omstandigheden niet. Laatst speelde Nice toch tegen Paris Saint-Germain. Had die Louis Henrique gezegd dat hij zonder indruk was van het Nice? Dat weet ik niet meer. Ja. Dat is een Nederlandse trainer. Ja, nou ja, dat zou een prima man zijn. Ja. Want die opleider die de opleiding bij AZ deed, die zit ook al bij Ajax. Ja, dus die Jansen die hebben al samengewerkt. Maar jij denkt, Chris, dat de champ die doet niet. Champ, nou, hij, die gaat het niet doen. Als hij gaat bellen vandaag, dan denk ik dat hij zijn koffertje al gepakt heeft. Wat doet hij op dit moment? Net niet.